Welkom op mijn kanaal Fat Danny Lives. Mijn naam is Mildred Lee. En waar ga ik het over hebben vandaag? Ik ga het niet hebben over mijn bestedingspatroon. Nee. Ik had gisteravond video's gemaakt en ik zou dit gaan eten. En het is nu al middag. Dus dit wordt mijn middag, mijn lunch. En ja, ik heb het eigenlijk niet teruggezet in de koelkast. En ik heb het gewoon buiten laten staan. En je zou wel denken, ja, maar dit komt toch niet zo. Dit wordt toch niet zo verkocht? Nee, dit wordt ook niet zo verkocht. Ik had gewoon, het stond hier en het was te koud. En ik kon gewoon echt niet meer wachten. Ik ben zo ongeduldig. Ik heb er gewoon een hap van genomen. En toen heb ik het zo gedaan. En toen dacht ik, ik zet het gewoon neer. Misschien dat niemand het ziet. Maar we zijn al volgens mij al. Ik heb zitten praten over Doctor Who en Captain Jack Harkness. Ik heb het gewoon de hele tijd zo laten staan. En ik dacht van, ja, misschien merk ik het niet op. Dus ik had, volgens mij in een van mijn video's praat ik over, ja, hoe was mijn dag eigenlijk gisteren? En toen ben ik van hak op de tak gewoon over de dokter gaan praten. En dacht, wacht even, had ik het niet over mijn dag? Sinds een jaar. Toen dacht ik van, oh nee, ik ben gewoon van hak op de tak gesprongen. Kijk, dat is dus waarom ik zo chaotisch ben. Ik bereid me niet goed genoeg voor. Ik maak geen script vooraf. Ik heb geen speciale apparatuur. Ik heb geen vlogcamera. Dus alles wat ik doe is gewoon filmen, on the go en gelijk uploaden. Ik kan niet editen meer. Dus alles wat ik doe moet al goed bedacht zijn van waar ga ik over praten? Wat zal ik laten zien? Dat kan ik filmen, want ik kan toch niks meer uitknippen, niks meer bijplakken. Dus dan moet ik het maar alsnog uploaden dan maar. Dus helaas moet ik het deze werkwijze gewoon blijven doen. Doordat ik toch geld toch opzij zet. En ervoor spaar voor een goede vlogcamera. Of een tablet. Nou ja, een tablet had ik. Maar die heb ik helaas zo misbruikt. Dat die gewoon helemaal overwerkt is. En gewoon het vertikt om te werken. Dus ik kan dat gebruiken. Dus dat is ook niet zo erg. Maar ik had in die vorige video's ook laten zien dat ik een fotocamera had. Dat video's kon opnemen, maar blijkbaar zit er een systeem in die fotocamera dat ik het via een wifi kon uploaden. Maar voordat ik ging uploaden, had ik het geconnected met mijn tablet, dus die niet meer doet. En via mijn tablet kon die zeg maar opgeload worden. Maar aangezien dus mijn tablet niet meer werkt en niet meer op die profielnaam meer is, want ik word als onder mijn eigen naam. En nu wil ik het eigenlijk naar mijn profielnaam, Fat Dandelion, doen. Maar ja, aangezien het dus geen adres is ervoor, omdat mijn tablet niet meer doet, dan die filmpjes die ik op mijn fotocamera heb gemaakt, die blijven op mijn fotocamera, want die kunnen niet geüpload worden. Dus dan moet ik het helaas nog steeds met mijn iPhone 6S doen.